Hallo allemaal, hier Kasia van Top of My Consulting. Ik ben medium uit Breda en ik hou me bezig met upliften en verbreden van onze mogelijkheden. Ja, vandaag wil ik het heel graag specifiek hebben over mijn tools en wat ik exact met mijn tools voor een particulier en ook voor een ondernemer kan betekenen. Op het moment dat je met een bepaalde onderwerp komt en ja, het voelt inderdaad niet zo lekker. Het eerste wat ik doe is jou een boost geven, jouw energetische boost geven. Hoe en wat? Nou, heel simpel. Er komt te liggen. Ik zou je eventjes laten zien. Tenminste. Daar kom je te liggen. Ja. Zit hij goed? Ja, hij zit goed. Oké. En ja, daar gebeurt dus heel veel. In principe, ik fluister iets in je oor. Ik maak je energie zo soepel. Natuurlijk, van tevoren vraag ik, mag ik überhaupt binnen in je energie komen? Want als het niet mag, dan houdt het op natuurlijk, hè? Maar goed, op het moment dat je ja zegt, ga ik jouw energieveld schoonmaken. Eigenlijk een beetje opereren. Ik haal meestal alles uit wat je tot nu toe hebt opgespoord. En dat zijn gedachten van anderen. Dat zijn de jaloeziepunten van anderen. Dat zijn opgelegde coderingen via de oude generatie. Dat zijn vlukken, donnen en dolken. Ik ga kijken naar sowieso naar vorige generaties, wat daar is allemaal gebeurd. Ik kijk ook naar vorige levens. Of je gelooft of niet, mij maakt het niet zoveel uit. Ik kijk naar je vorige levens. En ik ga kijken welke connectie heb je gemaakt, waardoor jouw weg niet wil vloeden. Ja, daarna ga ik jou uitlijnen, integreren. En ik maak je compact, waardoor je voelt dat je weer op aarde mag staan. En ja, misschien zijn er veel te veel woorden. Misschien is het zweverig voor jou, maar maakt niet uit. Het belangrijkste is dat het resultaat uitstekend werkt. Wat gebeurt op het moment dat je opstaat? Ja, waarschijnlijk ben je een beetje dizzy, maar het is meestal zo als je gaat liggen en dan ga je opstaan. Je voelt je lichter, je schouders voelen lichter, je nek kan wel lichter voelen. En dan werk je vanuit je eigen kracht. Dus ik help je alleen maar dat jij vanuit jezelf weer beter kan functioneren. Nou, hoe voelt dat? Ja, uitstekend. Ik vind het grandioos, echt waar. Ik doe het wel overigens iedere dag voor mezelf. Ik heb mijn eigen discipline en wilskracht daar opgebouwd om mezelf iedere dag schoon te maken. En zeker omdat ik met jullie lieve mensen samenwerk en alles loopt via mij naar buiten toe. Dus nou, daarna ga ik mijn tools gebruiken en op het moment dat ik voel dat iemand wil dat eigenlijk niet meewerken, dan laat ik het ook zo. Maar de meeste mensen zijn wel ontzettend nieuwsgierig. Dat zijn mijn kaarten. En ja, en dan gaan we samen spelen. Ja, eigenlijk heel simpel. Dan ga ik ze... Daar ga ik ze, zeg maar, een beetje mengen met mijn energie en met jullie energie. En vanuit jullie energie wordt het iets gekozen. Dus ik kies eigenlijk weinig. Het wordt iets voor mij gekozen. Nou, stel dat die en die en die kaart uitkomt. Hup, hup, hup. Dat is een beetje improvisatie natuurlijk. Dan ga ik het belezen. En nou, let me see welke kaart die zegt. Oh, dit is echt een leuke kaart. Die. En die zegt over veelbelovende zakelijke onderneming en belangrijke documenten die je gaat bijvoorbeeld ontvangen. Of contracten die je gaat ontvangen. En zo ga ik je verder en verder helpen. Dus het is tastbaar, het is zichtbaar, niet zweverig. Helemaal oké. Oké. Ik maak meestal korte filmpjes, dat het niet te langdurig is.
vandaan. Vandaar dat ik het even kort en krachtig hou. En nou, heb je er zin in? Wil je gewoon lekker een boost krijgen en een positieve energie hebben? Ja, give me a call. Ik zit in Breda. Mijn nummer is 06-28-58-1671. Voel je vrij om te bellen, om te whatsappen of e-mailen. En nou, wie weet, misschien zie ik je hier. Of misschien ga je mij bellen en zeggen, nee, kom naar mij toe. Ik nodig je bij mij uit. Dat kan ook nog. Laat me weten. Voor nu wens ik jullie jou ontzettend fijne dag verder. En veel kracht, veel liefde. En wie weet misschien tot volgende keer. Doeg!